Martijn, ik ben 16 jaar, ik zit op het KKC in de vierde. Ik ben Isabel Barnard, ik ben 18 jaar. Ik heb nu een tussenjaar, dus ik zit niet op school. Ik ben Martijn, ik ben 17 jaar oud en ik doe mbo niveau 4 op het ROC. Ik ben Tamara Schaper, ik ben 15 jaar oud en ik zit in de derde klas. Ik ben Felix, ik ben 18 en ik doe nu niks. Ik ben Esmeralda Schaper, ik ben 10 jaar en ik zit in groep 6B. Op de fiets gewoon in een zak. In mijn jaszak en verder altijd in mijn broekzak. Heel dicht bij me dus. In mijn linker broekzak. In mijn achterbroekzak of hij zit in mijn tas. Broekzak. In de zak. In een oplader of op de tafel. Ik ben wel zo dat ik altijd mijn telefoon binnen een straal van een halve meter bij me heb. Ja. Dus als ik me verplaats van mijn bank naar de stoel, dan gaat hij mee. Als ik me verveel. Gewoon als ik op de bank zit, thuis. Op de wc. En ik gebruik hem ook altijd 's avonds voordat ik ga slapen. Thuis en op school. En buiten. Nee. En nee, eigenlijk. Ja. 2. Een jonge Alex van 19 jaar die heeft alleen Nokia. En Dennis. Nee, echt niet. Hebben we iemand? Nee, geen andere kinderen. WhatsApp, Facebook, Magister, voor school. Een Netflix-app, de Pathé-app, WhatsApp, Facebook, Instagram. Ik heb heel weinig apps, maar WhatsApp dus. En Facebook en IMDb. Nou, het is mijn wekker. YouTube, iTunes, een Shazam-app. En Spotify. Romeo op Instagram. Facebook, Snapchat. RTL XL. Een H&M-app. En Shazam. TV-gids-app. Rabobank bankieren. Workout-apps. En Fine. Photoshop. En meer kan ik nu even niet opkomen. Facebook. ING-app, die gebruik ik heel erg. Oh wacht, ik ben Snapchat vergeten. Toch wel WhatsApp. WhatsApp. nee, WhatsApp. WhatsApp. En verder is WhatsApp ook nog steeds echt de beste uitvinding ever. Nee.